Matthias Gijsbertsen, we zitten hier op het stadhuis in Groningen en we gaan het over bijen. Ja. Wat vindt u van bijen? Dat moet ik in één woord vatten. Het is een hele veelzijdige wijk eigenlijk. Heel veel actieve mensen. Ik ken het al wel een tijdje, maar in de laatste maanden kom ik nu vaker nu ik wijkwethouder ben. En wat je er nog meer van meet, wat er eigenlijk allemaal in de buurt gebeurt. Ja. Afgelopen week nog bij Lentekribbelsactie. Ook een wijk met problemen, sociale problemen. Dus dat is ook wel iets wat gelijk in het oog springt. En het sociale wijkteam is daar gelukkig al gestart. Yeah. Maar er is ook wel hoop te doen. En een hele groene wijk. Yeah. Ik denk dat dat wel een aantal kerndingen zijn die ik in Bijen zie. Yeah. Ja. En nu zijn er wat zaken in Bijen die spelen. We hebben bijvoorbeeld buitenfitness. Ik weet dat vanmiddag Evert Soelman van project Buitenfitness, die gaat met u mee. Okay. Dat weet u zelf nog niet. Nee, ik weet dat er iemand meedraagt, ja. Maar ik wist nog niet dat hij dat voor het project Buitenvinders. Dat zijn mensen die zich erg inspannen voor het project Buitenvinders, ja. In de wijk. Ja. Dat zijn ook weer voor- en tegenstanders bij. Bij. Ja. En bent u op de hoogte van de ontwikkeling? Ja. Ja. Kunt u daar wat over zeggen? Ja, ik zie dat er heel veel verdeeldheid over is. En wat we proberen te doen, ook als gemeentebestuur, is ook heel erg ook aan de mensen zelf ook te vragen. Van, goh, wat is uw eigen afweging en wat vindt u nou het belangrijkste om te doen? Ja. En ja, we hebben hier geconstateerd dat er toch enorme meningsverschillen zijn. Dus je zou eigenlijk moeten kijken, van, kan je niet iets doen waardoor je allemaal een beetje gelukkiger wordt? Hè? Ja. Als je meer buitenfitness wilt doen, op welke plek is dan een mooie plek dat iedereen daar ook enthousiast van kan worden. Ja. En ja, dat is ook wel iets wat mensen in Bijen met elkaar, denk ik, ook moeten bespreken. Ik denk niet dat ik nou van bovenaf moet gaan zeggen van nou, we gaan het daar zo doen. Nee, nee, nee. Dat het echt iets is wat jullie met elkaar moeten bespreken, wat een mooie uitkomst. De besprekingen in Bijen zitten wat vast. Het zijn vaak dus een klein groepje mensen die toch al een paar jaar het beleid in Bijen probeert te bepalen. Wat dat betreft vinden wij een verheugende ontwikkeling. Wij zijn opgestapt de redacties van Moord- en Bewonersorganisatie. Mm-hmm. We zijn zelfstandig gegaan en met de komst van de wijkwethouder is er meer pluriformiteit mogelijk. Yeah. U kunt ook buiten de bewonersorganisatie zo'n contact met u zoeken. En dat kan, maar dat komt natuurlijk sowieso al wel. Een van de succespunten hoor ik van de Vrama hier. God, yeah. We hebben een speelveldje. Ja. Buiten Stiel om, buiten de bewonersclub om, gewoon. Ja. Matthias Gijsbertsen ingeschakeld. Er staat. Ja. Zijn ze blij mee? Ja, dat is mooi. Ja. Dus, ik ook. En het punt waar ik nou naartoe ben, omdat er ook al jaren een bewonersclub in Bijen is die toch wat afstoot in de wijk, waar mensen niet zoveel blij mee zijn als dat wordt gesuggereerd, en niet zoveel aan. En er zijn heel veel mensen opgestapt. Is het ook mogelijk om gewoon. Ja, op politiek gebied in Bijen een andere koers te gaan volgen. Ja, wat ik snap wel dat het gevoel voor u kan liggen, dat u geen uitspraken heeft. Nou, ik ga natuurlijk niet dat de olifant door een porseleinkast in Bijen oplopen. Dat is absoluut de intentie, het is ook niet de bedoeling van de wijkwethouders. Nee, dus nee. Het begint echt met dat mensen samen met elkaar doen. Mm-hmm. En op het moment dat er in samenwerking dingen niet goed gaan, dan ben ik niet degene die uiteindelijk dan daar de scheidsrechter in moet gaan spelen. Dat is echt iets wat ook vanuit de wijk zelf moet gaan gebeuren. Ja. Wat zijn nog meer de plannen voor Bijen? Lopen er nog dingen? Zijn er nog vragen naar u toe of initiatieven? Ja. Of, nou, er gebeurt heel erg veel in Bijen. En ik heb er niet zoveel ambitie om in Bijen ook een aantal resultaten inderdaad te boeken. Yeah. Dat zit hem bijvoorbeeld in het sociale wijkteam dat gestart is. Bijen. Wij Bijen, precies. En dat is echt een beetje de eerste wijkteam van de stad. Hè. Dus in die zin is het ook wel bijzonder dat het bijna al gestart is. En nu is echt de opgave. Kunnen wij nou echt met deze mensen die daar actief zijn en met andere mensen in de wijk ervoor zorgen dat die iets doen aan armen, moeder, iets doen aan schuldenproblematiek, iets doen aan jeugdproblematiek. Dus dat moeten we echt samen op gaan pakken. En wat onder andere speelt is een mogelijke aanpak van een nieuwe heert. Hè. De herenaanpak, de Doornbosheert, niet lang geleden gedaan. Nou, gaan we dan nu een nieuwe straat proberen aan te pakken. Fysieke wijkvernieuwing. Ja, fysieke wijkvernieuwing, maar ook daarbij direct ook de mensen betrekken, langs de deuren gaan, kijken wat ook de sociale problemen zijn, of we daar iets aan kunnen doen. Ja. Op die manier echt een impuls te kunnen geven. Het is een nieuw project dat heet Heerwinkel.
Heb je daarvan gehoord of van bijen? Ja, dat zou zomaar hetzelfde kunnen zijn. De namen gaan het zo bij mij een beetje langs. Maar volgens mij past dat inderdaad in de heerde aanpak. En dat is een heerde eigenlijk wordt aangepakt, zowel ruimtelijk als sociaal. Ja, dat verhaal er ook al jaren speelt, is Klein Oost. Ik weet niet of je het hoort van Klein Oost. Er is zoveel in geïnvesteerd, zoveel moeite gedaan om het leefbaar te maken. Ja. En dat wil maar niet bruisen, ja. Dat wil maar niet... Ja, dat is ook een van de discussies die nu loopt. Wat gaat daar nou gebeuren? En welke nieuwe gebouwen komen er? We gaan onze zorg organiseren. En wat komt nu bij elkaar ook in nieuwe gebouwen? Ja. En dat is een van de dingen die de komende jaren op tafel ligt. Volgens de stadsdeelcoördinator wordt volgend jaar begonnen met de bouw van Immersdijk. Ja, dat is inderdaad het verwachten. Dat is zeker. Nou, dat we krijgen aan mijn collega vragen om te verifiëren, maar ik heb de discussie nu wel meegekregen. Nou, er liggen nog wat verschillende opties op tafel, verschillende scenario's op tafel, maar het ziet er goed uit dat er in ieder geval een impuls komt om Immersdijk, maar ook het wijkteam op een goede manier te huisvesten. De laatste vraag, er zitten hier allemaal burgerjournalisten. Ja. Bijen is bekend om vele mensen die sites hebben of twitteren of Facebook, ja. Bijen Nieuws en Mijn Zes. Wat vindt u van die ontwikkeling? Met veel digitaal is. Ja, ik denk dat het alleen maar goed is. Ik denk ook dat het naast elkaar kan bestaan. Hè. Je wil zoveel mogelijk mensen toch betrekken bij wat er in de buurt gebeurt. Yeah. Dat willen we als stadsbestuur ook graag. Hè, dat mensen meer invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Yeah. Meer te zeggen hebben over wat er in hun straat gebeurt. Mm-hmm. Nou ja, dan moet je ze wel spreken. En ja, de ene persoon die doet dat via Twitter of via Facebook of via een website en de andere heeft een persoonlijk contact. Ja. Dus je moet kijken hoe je op allerlei verschillende manieren toch die mensen te spreken krijgt. Dat is wat ik nu ook doe. Ja, op allerlei verschillende manieren proberen mensen te spreken. Ja, er zijn nog veel mensen die graag de krant willen zouden. Die vinden het heel jammer dat de maandelijkse periodiek van dat ooit bij de krant was, ja. Dat verdwenen is. Ja. Ja. Heb je daar ook signaal over gekregen dat daar weer nieuwe in groeit? Nou, ik heb de nieuwe wijkwebsite geopend en ik merkte daar ook al veel enthousiasme van. Hè, hoe we toch op een nieuwe manier de communicatie kunnen vormgeven. Dat mensen daar ook een plek hebben. Ja. Nou, dat moet wel wat groeien, denk ik. Maar voor de rest is dat ook weer iets wat je eerlijk met elkaar moet bespreken in de bijen. Van hoe gaan wij met elkaar deze wijk een beetje beter maken? Ja. En dan wil ik als wijkwethouder heel graag kijken hoe ik jullie erbij kan helpen. Ja. En wat ik kan doen om die beweging te versterken. U denkt dat dat naast elkaar kan staan? Een nieuw geopende website, ik hoor van bestuursleden dat dat amper bekeken wordt, wijkwebsites. Ik hoor ook stemmen van wij moeten de neus dezelfde kant op hebben. Kom, laten we richting stadhuis één lijn gaan volgen. Het is nu zo verdeeld, die zegt dit, die zegt dat. Nou, weet je wat het is? Ik hoor het interview een paar keer terug van wie vinden dat en wie vinden dat van verschillende groepen en samen naar het stadhuis. Wat ik nou zo graag zou willen, en zo zitten de wijkwethouderschappen ook in elkaar, dat we echt proberen tot een goede samenwerking te komen. Ja. Niet tegenover elkaar, maar echt met elkaar. En dat betekent dat iedereen een beetje zonder te geven en nemen. Ja. En zo zit ik er zelf ook in. Ik kom niet binnen van dit wil ik en als jullie het niet willen, dan wil ik het niet horen. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen ook een goede houding is om te kijken van nou, wat zou ik nou graag met die wijk willen? Wat wil die ander nou graag? Wat wil de gemeente graag? Wat hebben ze ideeën? En hoe kunnen we nu samen een mooi plan voor deze wijk gaan maken. Ja, u wil de niveau cohesie dan spijt van mij. Dus. Ja, volgens mij helpt dat in elk geval niet. Je kan met elkaar eindeloos blijven discussiëren over dingen, maar daar wordt het meestal niet beter van. Nee. Dat is in de politiek trouwens ook zo. Jij is dat zo? Ja. Okay. Lijkt niet altijd zo, maar het is wel waar. Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Het dorpshuis is gevestigd in de vensterschool van Hoogkerk. Hier worden verschillende cursussen gehouden. Elke dag is er wel een cursus en vandaag ben ik bij de cursus schilderen. Religie was dus heel belangrijk in een bepaalde periode, over de middeleeuwen. Ik heb hier een voorbeeld van een icoon. En je ziet Maria en het kindje Jezus. En als je kijkt hoe Maria eruit ziet, het lijkt me of ze van hout is. Er zit eigenlijk weinig menselijks zit er aan. Ja, als je ook naar de omgeving kijkt, ze is niet in deze wereld. Het is allemaal zilver. Ze is in een nisje. Ja, maar ik bedoel, nee, maar ze is niet in een landschap of wat dan ook. Nee, ja. Deze groep heeft al een aantal jaren ervaring. De cursus die ik geef is eigenlijk niet echt een cursus. Het is veel meer zo dat ik de mensen individueel begeleid.
dan komt het gewoon op dat moment ter plaatse. Ik ben niet iemand die zich heel erg richt op een bepaalde techniek. En of dat nou aquarel is of olieverf of wat dan ook. Ik kan er allemaal wel wat mensen in begeleiden. Maar ik ben niet echt dat je zegt van nou, ik ben een technische man. Ik wil eigenlijk het liefste dat de mensen hun eigen creativiteit zoveel mogelijk ontwikkelen. Dit is een berg. Althans, voor wat er voor doorgaat. Hij komt al goed uit de verf, hoor. Ik zie al dat, dat het een berg is. Ja, geinig, hè? Ja. Dus ik probeer te kijken of het lukt om de achtergrond een beetje mistig te houden. Daar zie je nu nog geen zak van, hoor. Nou, dit is gewoon iets dat ik zelf bedacht. Oké. Okay. Dus, En dit was van... Dit is een schilderijtje van een vakantie waar we geweest zijn in Isla Margarita, zeg maar. En dat heb ik van een fotootje geschilderd. Je legt nu de basis erop. Ja, dat doe ik nou, ja. En met wat voor soort verf bent u bezig? Dit is ook, de meesten doen hier acrylverf. Mooie, zachte, fluweelachtige structuur krijg je daardoor. Dat vind ik heel mooi. En ook de manier waarop je de randen van de vlakken benadrukt hebt door dit soort dingen, vind ik erg mooi. Mooie kleuren. Oké. Ja. Ik ga een babushka proberen te schilderen. Dat is een ouwetje waarvan de wolkjes nog niet helemaal goed waren. Volgens Son. Ik kon die wolkjes niet plaatsen. Margreet. Dorven. En het droogt. Ik moet er nog een keer overheen. En daarom heb ik het even droog gevuld. En dan ga ik weer verder. Deze die zit veel meer in. En dus dan kan je afvragen van wat wil ik gaan doen? Wil ik thuis zeggen van nou ik wil die dingen een beetje los van elkaar. Dat kan heel goed. Ja. Is het meer? Is meer verweven in het geheel en deze komt los. Ja, maar dat vind ik mooi. Kijk, dat is mooi. Hou je er ook een tentoonstelling van? Dat staat nog in de planning, dat willen we wel heel graag. En hier met open dag en met kerst. Toen hebben we wel eens een keer hierboven in de hal van alles opgehangen. Boven in de vensterschool? Ja. De cursisten stellen hun eigen onderwerp vast. Som begeleidt en stimuleert ze hierin. Het was leuk om een kijkje te nemen in de schildercursus van het dorpshuis. Welkom Hilde Hofstra. We zitten nu in jouw huis. En de reden dat ik hier ben, is om jou een interview te geven. Want het is zeer opvallend de laatste tijd. Er een enorme explosie van creativiteit op Facebook verschijnt. Ja, dat klopt wel. Maar ja, het is ook wel... een beetje onverwachts, want ik zet af en toe wel eens wat op Facebook. En ja, Facebook is natuurlijk maar één middel om wat aan je PR te doen. En ja, ik vind het ook gewoon leuk om dingen te delen met familie en vrienden. En een beetje ze op de hoogte te houden van waar ik mee bezig ben. En dat is met name ook met schilderen. Ja, en hoe is dat gekomen? Dat je zo een bruisende energie... zien wij even tevoorschijn komen op prachtige schilderijen, de ene expositie naar de andere. Hoe doe je dat? Ja, nou, gewoon aan de slag gaan. Ik bedoel, ik ben ook niet iemand die iedere dag moet schilderen om gelukkig te worden. Ik bedoel, het is niet zo dat ik dat het een vreselijke drive is. Maar ja, af en toe dan heb ik wel periodes dat ik wel iedere dag wil schilderen. En, Dan kan dat gelukkig ook, want ik heb een ruimte waar ik alles kan laten staan. En dan komt het er ook van. Het gaat bij vlagen, zeg maar. Ja. Ja, en gelukkig heb je een werkruimte, een klein atelier boven. Ja, annex hobbykamer en van mijn man en mij, want dat is wel, was wel de bedoeling. Maar meestal ben ik er wel te vinden. En, heel groot werk kan ik er niet maken, want het is een dakkapel, dus
je kunt niet in mensen werken daar maken, maar gewoon tot zeg maar een 1,50 bij 2 meter, dat wil nog net. Ja, vroeger, nog niet eens zo lang geleden, een paar jaar, zagen we je prominent in het pand 49. Het was het kunstpand naast de Aldi. Ja. En wat is er toen die tijd gebeurd? Nou ja, op een gegeven moment zag ik in de Bijenkrant zag ik een oproep voor iets met kunst te gaan doen. En nou, dat leek me wel leuk, want zoiets was er nog niet in Bijen. Nee. Toen zijn we met een groepje van 4-5 mensen aan het voorbereiden geweest. En zeg maar, na een jaar voorbereiden was het rond en het pand was er. En, ja, het was zeg maar toch een punt voor de wijk waar mensen samenkomen en waar iedereen ook welkom was, ongeacht het niveau. En mensen konden laagdrempelig ook om te exposeren en elkaar te ondersteunen en te helpen en netwerken. Dus dat was wel heel leuk. Wat een gemis. Ja, dat zegt dat wel, want zoiets in de wijk is belangrijk. Ja. Ja. Maar je hebt dat gat weten te vullen voor jezelf door veel te schilderen, te exposeren. Ja, nou, niet helemaal. Want die periode bij het pand was toch wel vrij intensief. Want ik was bestuurslid en secretaris en gastvrouw. En ja, dan gaat er toch wel heel veel uurtjes in zitten in de week. Ja, en, iets soortgelijks om dat weer te krijgen of te creëren, ja, dat moet een keer dan ontstaan. En wie weet, komt dat nog een keer in bij je? Wie weet, maar je bent niet gestopt met schilderen? Nee, zeker niet. Nee, want ik las een tijdje geleden dat je nu een expositie houdt in Paterswolde, in een soort sportcentrum. Ja, het is een groot sportcentrum en er is ook een restaurant bij. Het is niet echt niet een kantine, maar een mooi restaurant. En er zijn ook allemaal gangen, dus je kunt ook gewoon een beetje expositie een beetje inrichten naar thema of zo. Ja, hoe doe je dat? Hoe verzamelen die werken dan? Ja, dat soms probeer ik het op de computer, dat ik denk van, oh, dat past leuk bij elkaar, dan qua kleur aflopen of oplopen voor een serie, zeg maar. Maar ja, soms pakt het ook heel anders uit. Dus zeg maar, er hangen er nu 34. Zo. Ja, best veel. En ik had er 50 mee, dus ja, ik kon wel ook kijken van, ja, en dan is het ook af en toe wel... Kill your darling, zeg maar, want een hele mooie, die paste dan opeens, die desoleert, die paste niet tussen, dus... Nee. Dat is een schilderij met narcissen? Ja, onder andere die met narcissen. Ja. Die heb ik toch weer, ik had hem eerst opgehangen en toen heb ik hem weer weggehaald. Zou je wat kunnen vertellen over dat schilderij? Hij hangt daar. Dat is dan best een oud werk en ik heb hem echt heel snel gemaakt. Ik had één narcis als voorbeeld en toen ben ik gewoon maar heel een beetje gaan kliederen, zeg maar. En het werd uiteindelijk heel leuk. En ik vind het altijd toch een heel vrolijk lenteschilderij. Ja, het is een heel mooi schilderij. Ja, klopt. Heb je al plannen? Want de huisartsenpost in Bijen, daar ga ik ook exposeren. Van juli tot september, denk ik. Oh, zo lang? Ja. Nou, dan kunnen we dan in Bijen naar de huisartsen kijken en jouw werken bewonderen daar. Ja, en ik heb nog steeds het plan om een hele serie over Bijen te gaan maken. En als ik dan zo'n beetje in de wijk wandel en in Kartingen, dan heb ik inspiratie genoeg. En ik heb al foto's van de jonge kalfjes. Van Kardingen en van de beelden daar. En dat vind ik ook heel leuk om te gaan doen. Ja. Maar dat wil ik al jaren, dus of het er echt van komt. Ja. Ja. Nou, we wachten het af. Ja. En dankjewel voor het interview en succes met alle exposities die nog volgen. Ja, graag gedaan.